En het voelt toch een beetje alsof kinderen de levende enkelband van ouders zijn. Realiseert, en dat zijn ze ook, hoor ik een paar jonge ouders zeggen, maar dat heeft niks met corona te maken. Nee, kinderen kunnen soms een blok aan het been zijn, zeg ik tegen een aantal collega's. Maar om ze ook echt als levende enkelband in te zetten om thuiswerken af te dwingen, voorzitter, dat gaat mijn fractie toch wat ver. Dus ik vraag aan de minister of dat hij zich realiseert hoe die uitspraak gisteren bij veel huiskamers binnenkwam. Want het waren ouders die tijdens de eerste coronagolf met de handen in het haar zaten. Zij moesten hals over kop een oplossing vinden voor de situatie waarin ze hun kinderen moesten helpen met schoolwerk, maar ook zelf moesten thuiswerken en tegelijkertijd de rest van het huishouden moesten regelen. En voor kinderen betekent geen fysiek onderwijs, geen normale lessituatie, geen vriendjes waarmee je kan spelen op het speelplein, minder ontwikkeling op sociaal vlak en een groeiende ongelijkheid tussen zij die wel en zij die niet in een thuisomgeving opgroeien waar onderwijs wordt gestimuleerd. Het was een van de redenen waarom ook bij een lockdown het basisonderwijs open zou blijven, aldus de routekaart. Want voor kinderen geldt iedere week telt. Is het kabinet daarom bereid om begin januari samen met het OMT en de scholen te kijken of het basisonderwijs en de kinderopvang vanaf maandag 11 januari weer fysiek open kunnen in plaats van 18 januari? Afgelopen zomer, voorzitter, zijn er veel scholen aan de slag gegaan om de leerachterstanden uit de eerste lockdown weg te werken. Maar door de maatregelen van nu dreigen er nieuwe problemen voor kinderen, bijvoorbeeld leerlingen uit groep 8 en eindexamenleerlingen. En laten we daarom naast het bedrijfsleven ook kijken hoe we kunnen investeren in het menselijk kapitaal, onze toekomst, onze kinderen. Ik vraag daarom aan het kabinet hoe het staat met de extra inspanningen om leerachterstanden te voorkomen.